Hi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video ga ik jullie mijn favoriete producten van februari laten zien. Het mandje is erbij gepakt. Hij zit best wel vol. En ik ga je dus laten zien welke producten ik heel erg fijn vond die ik in februari heb uitgetest. Mocht je benieuwd zijn naar mijn favoriete producten van februari, zou ik gewoon even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Ik begin even met dit oogschaduwpaletten van Winnie de Pooh. Ik heb deze ook in een video uitgetest, maar deze komt uit zo'n zussencollectie samen met Essence. En dit is de 030 It's a Good Day to Have a Good Day. Ik vind paletten gewoon heel erg mooi vormgegeven. Het is verder karton, maar zoals dit is een soort 3D, zeg maar. Leuk dat Winnie en Tijgertje erop staan. En ook de achterkant is 3D, waar de kleuren in staan. Je had meerdere soorten, maar ik vond deze gewoon qua kleuren, die spraken mij het meeste aan. Dan heb je hier gewoon een spiegel in zitten, wat heel erg leuk is. En dan zijn dit de kleuren. Sommige kleuren hebben ook een soort patroontje, wat ik een beetje refereer aan honing. En dat ziet er dan zo uit. Een heel erg leuk palette, moet ik zeggen. Ik zal even een paar kleuren opnemen voor de swatch. Dit zijn de swatches. Ze zijn echt super goed gepigmenteerd. De kleuren zijn echt heel erg mooi. Ze zijn ook goed te blenden, brengen goed aan. Ik vond het echt gewoon wel een heel erg fijn palette die je heel fijn in gebruik is. Je kunt er verschillende looks mee maken, ook omdat de kleuren gewoon heel erg mooi op elkaar afgestemd zijn. Ik was wel heel erg enthousiast over dit palette, omdat ik hem gewoon echt heel erg mooi vond. Dus die vond ik echt wel heel erg fijn. Dan heb ik een geurtje en dit is een geurtje van Naomi Campbell en dit is Glam Rouge. Dit geurtje heb ik bij de Action gekocht voor €3,95 en er stond op dat moment geen test erbij. Dus het was voor mij ook een soort van, eigenlijk een soort van verrassing waar die naar zou ruiken. Want ja, omdat ik hem niet kon testen, maar voor €3,95 durfde ik het wel aan. Ik vind het doosje heel mooi. Mooi met die gouden details. Ik laat mijn geurtjes ook altijd in doosjes staan, want dan bergen ze makkelijker op. Hoe doen jullie dat? Halen jullie ze altijd uit de doosjes? Of, nou ja, ik dus niet. Het is een geurtje van 15 ml. En dit is het flesje. Heel erg leuk. Met zo'n puntige dop. Dus het is allemaal heel erg leuk. En het is best wel een heel zoet geurtje. Hij doet me ergens aan denken. En ik kan de geur zo even niet herkennen waar die me dus aan doet denken. Maar ik vind hem echt heel erg lekker. Het is echt een vrij zoet geurtje waar je echt van moet houden. Ik vind hem zelf echt wel heel erg lekker. Dus het heeft voor mij heel goed uitgepakt. En ik vind het leuk dat je dit soort geurtjes ook gewoon bij de Action kunt kopen zo af en toe. Ik ben zelf al heel lang fan van geurtjes van bekende mensen. Ik heb daar ook best wel een aantal van en ik blijf het leuk vinden om die te proberen. Maar ook deze viel weer een goede smaak, wou ik zeggen. Maar je eet het natuurlijk niet op. Maar gewoon voor €3,95 echt een prima geurtje die heel erg lekker ruikt. En eigenlijk best wel een bekend geurtje volgens mij. Dan heb ik een lipkit en deze komt bij de Zeeman vandaan. Zoals je kan zien heb ik de prijs erop laten zitten, want als ik dat eraf ging halen werd het heel erg lelijk voor de foto's. Het komt dus in een doosje. Het doosje is ook heel mooi vormgegeven met die gouden en zwarte accenten. Hier zitten dus drie producten in, want je krijgt een lipgloss, dat is deze. En alle kleuren die passen heel erg mooi bij elkaar. Dan krijg je een lipliner. Dat is deze. En je krijgt een lipstick. En die ziet er dan zo uit. Heel erg mooi. Een heel mooi setje. De lipstick droogt ook mat op. Dus het is niet een shimmer lipstick. Daar was ik heel erg verbaasd over. Maar ik wilde het voor €3 wel proberen. Want ik hou wel van dit soort setjes. Het potlood moet je wel met de hand bijslijpen. Ik ben normaal ook wel fan van die potloden die je omhoog kunt draaien. Dan vind ik ze net wat intenser. Maar deze moet je even zelf bijslijpen. Maar hij brengt heel fijn aan. En de lipgloss. Nou, die heeft eigenlijk gewoon een heel basic applicator. Maar ik vind het meer een liquid lipstick. Want ik vind dat hij een beetje mat opdroogt. Maar hij maakt je lippen niet droog. En hij geeft wel af, moet ik zeggen. Dus als je gaat eten en drinken, geeft hij wel af. Maar ik vind hem zo erg mooi. Ik heb ze even
geswatcht. Dit is de lipstick, de lipliner. En dan heb je hier de lipgloss. Maar wat ik zeg, ik vind het dus meer een liquid lipstick. Omdat die gewoon echt meer een beetje mat opdracht. Het is ook niet echt zo'n glanzend. Het plakt ook niet. Nee, dat allemaal niet. Het is echt een heel erg leuk setje. Ik vind het echt leuk dat Zeeman af en toe ook van dit soort setjes heeft. Ik vind het altijd wel leuk om ze te proberen. En tot nu toe bevallen ze heel erg goed. Dus dit is echt een heel fijn setje ook. Dan nog een item van de Winnie de Pooh collectie. En dat is de Lash Curler. Die komt in een heel erg leuk doosje met tijgertje erop. Dit is gewoon een wimpercruller. En hij wordt bij elkaar gehouden door een klemmetje. Maar als je die eraf haalt, dan vind ik het heel fijn. Hij wordt heel breed. Maar ik vind die brede handvaten ook vooral heel fijn, zoals je kunt zien. Hier staat ook tijgertje op. Ik weet niet of hij dat lekker scherp stelt, want het is allemaal zo glimmend. Hier staat tijgertje op en je kunt hem gewoon heel fijn zo... De grip is heel fijn die je hebt met deze wimperkrullen. En dat is echt heel fijn. Mijn wimpers worden er echt heel erg goed mee gekruld. Ik vind hem echt heel erg fijn. Het is gewoon een hele fijne wimperkruller die lekker wat breder is. En daar hou ik zelf wel van. Dus dat is die. Online is deze collectie nog steeds te koop. In de winkel niet meer, maar online, als je gaat zoeken, kun je nog steeds producten hiervan vinden. En misschien zijn ze inmiddels ook wel in de sale. Dan heb ik van Essence uit de Hello Good Stuff line de 48 Hour Intense Hydro Gel. Hier zit aloe water en hyaluronic in. En ik vind het echt een hele fijne gel. Het wordt ook wel gewoon omschreven als een primer. Maar je brengt hem gewoon aan op je gezicht. En je gezicht hier wordt heel erg gehydrateerd. Ik heb dat gewoon momenteel heel erg nodig. Dat mijn gezicht gewoon goed gehydrateerd wordt. Omdat ik gewoon merk dat mijn huid wat droger is. Dit product is voor 95% uit natuurlijke ingrediënten gemaakt. En bevat geen microplastic deeltjes, mineralen, olie, parabenen, siliconen en PEX. Het is een hele fijne gel. Ik hoef hem verder niet te swatchen, want hij is transparant. Dat ga je niet zien. Je brengt hem aan door het pompje, wat ik ook wel fijn vind, waardoor je het goed kunt doseren. En ik merkte gewoon echt dat het heel goed aanvoelde op mijn huid. Mijn huid werd er heel erg lekker gehydrateerd van. En je kunt hem dus prima ook als basis gebruiken onder je make-up. Dus ook echt een heel erg fijn product deze. Ik ben sowieso dol op die producten uit die Hello Good Stuff lijn. Ik probeer een beetje variatie aan te brengen, maar het zijn toch vaak een beetje dezelfde merken. Heb ik ook nog uit de Winnie de Pooh collectie twee lippenbalsems. En ik heb hier degene van Tijgertje. Dat is deze, die niet echt lekker laat zien, omdat het natuurlijk zo glimmend is. Dit is de 030 en dit is de Tiger Rise. Het is een lippenbalsem met kleur en dat vind ik zelf altijd wel fijn. Vooral op het moment dat ik hele droge lippen heb en ik toch een kleurtje op wil, vind ik het fijn als ik een lippenbalsem heb die gewoon lekker ook, zeg maar, hydrateert en een kleurtje afgeeft. Ik vind ook het heel erg mooi eruit zien en ik vind dit kleurtje ook echt super mooi. Ik zal hem even aanbrengen. Hij is wel glanzend. Ik moet wel zeggen, hij vervaagt wel met eten en drinken. Dus dan moet je hem wel weer even opnieuw aanbrengen. Dus dat is die. En ik heb ook die van Winnie. En dat is deze. En dit is de 010 Puisme. En die heeft een rode kleur. Ook gewoon weer dat hele mooie patroon in die lippenbalsem die daarin geperst is. Vind ik echt heel erg mooi. En ook deze geeft gewoon een hele mooie kleur af. Net wat ik zeg, wel even bijwerken tussendoor naar eten of drinken. Maar dit is de pigmentatie. Dus het zijn echt hele fijne, mooie lippenbalsems met een kleurtje. Waar ik zelf gewoon best wel van hou. Omdat het gewoon vaak net eventjes iets handiger is met droge lippen. Dus echt ook twee topproducten. Dan heb ik van Essence de Tic & Wow Fixing Brow Mascara. En hier zitten Volumizing Fibers in. En dat is deze. Ik heb hem in de kleur 02 Ash Brown. Dit is gewoon zo'n product waarmee je je wenkbrauwen in model kunt houden. Of goed op zijn plek kunt houden. Als je ze helemaal in model hebt gebracht en je brengt dit aan, dan blijven ze gewoon de hele dag goed zitten. Ook zou die je wenkbrauwen wat voller laten lijken. Ik heb dat zelf niet nodig, want ik heb al wel vrij volle wenkbrauwen. Je brengt het gewoon aan door middel van zo'n spoelie. Ik zal hem even swatchen, zodat je een beetje het idee hebt van de kleur.
Maar ik moet wel heel eerlijk zeggen, ik vind niet dat de kleur voldoende dekt om hem enkel te gebruiken. Ik doe er wel altijd even mijn poeder onder, omdat ik anders echt wel witte plekjes zie. Zo ziet de swatch eruit. Hij droogt op zich goed op en hij houdt mijn wenkbrauwen echt wel goed in model. Maar ik vind hem dus niet voldoende om enkel te gebruiken. Dus wel met een poedertje eronder. Maar dat vind ik op zich prima. Dus ik vind hem wel heel erg fijn. Ik heb gelukkig niet gezien dat mijn wenkbrauwen er nog voller uit gingen zien. Omdat ik, wat ik al zei, al best wel volle wenkbrauwen van mezelf heb. Maar het is wel een hele fijne wenkbrauwmascara. Dan heb ik nog een product van Winnie de Pooh. We blijven even in de Winnie de Pooh collectie. En dat is de Soft Glow Bronzer. En dat is deze. Deze is in de kleur 020 Promise You Won't Forget Me Ever. En deze is degene met de tijgertje afbeelding. Het is een bronzer. Maar er zit ook een laagje van de highlighter in. Dat is wel echt heel minimaal. Dus daar moet je echt, ja, dat kost je best wel veel moeite. Er zit ook een spiegeltje in wat fijn is. En dan ziet die bronzer er zo uit. Ik heb geprobeerd om Winnie heen te, om tijgertje heen te dippen, omdat ik de afbeelding zo mooi vind. Dit is dan de bronzer en dan heb je hier het stukje highlighter. Dat zijn als een soort druppeltjes van de honing. De highlighter die is ook wel heel mooi, maar iets moeilijker aan te brengen. Maar het gaat wel. En dan is dit de swatch. Dit is de bronzer en dit is de highlighter. Maar net wat ik zeg, het is wat moeilijker om die aan te brengen. Ik vond deze kleur echt heel erg mooi. De kleur die matchte goed met mijn huid en je zag hem gewoon mooi terugkomen. En dat vind ik gewoon altijd belangrijker. Ik hou zelf ook wel een beetje van wat donkerdere bronzers. Maar deze die vond ik gewoon echt heel erg fijn. Dus ja, die ben ik ook heel blij mee. Dan heb ik van Essence de Hello Good Stuff 48 Hydro Fixing Spray. Deze blijft ook weer 48 uur te blijven zitten. En is ook weer gemaakt voor 97% van natuurlijke ingrediënten. Is vrij van microplastic deeltjes, mineralen, olie, parabenen, siliconen en PEX. En het is een hele fijne fixing spray. En hier zit coconutwater in, waardoor die ook heel fris ruikt. Ik vind hem echt heel lekker als ik nu eraan ruik. Ruik ik ook echt die kokosnootgeur. De verstuiver is ook heel fijn. Hij laat mijn make-up echt de hele dag heel goed zitten. Ik heb mezelf getest dat ik echt een hele lange dag weg was. En het zat er nog perfect op. Dus echt een hele fijne fixing spray. En ook gewoon heerlijk die kokosnootgeur. Die is gewoon heel erg lekker die eraan zit. Dus ook deze is zeker een aanrader. Omdat die echt wel heel natuurlijk is voor je huid. Maar toch wel lekker ruikt. En gewoon echt heel goed werkt. Dus echt ook een heel fijn product deze. Dan heb ik van Catrice de Heart Affair Limited Editie. En dit was de Valentijnscollectie. Die hadden ze helemaal uitgebracht. Ik zal hier een beetje kort in zijn, want ik heb hier een uitgebreide video van opgenomen. Ik heb hier allereerst drie keer de nagellak. Ik heb hier de C02 Crazy in Love. Ik zal van deze nog wel eventjes het kwastje laten zien. Ik vind die rode doppen ook gewoon heel erg mooi. Hele mooie kleurtjes die echt met een paar lagen, twee laagjes dekte die echt wel heel erg mooi. Dus een heel mooi kleurtje ook die. Dan hebben we de C03 Love Game. Prachtig kleurtje, maar kreeg je heel moeilijk van je nagels af door die fijne glittertjes. Ik moet wel zeggen, de lakjes chippen wel snel. Ik kreeg laatst ook van iemand al een tip die zei, goede base en topcoat gebruiken. Maar bij mij chipt het dan alleen nog maar sneller. Of iemand moet nog een tip hebben voor echt een hele goede topcoat die echt goed blijft zitten. Maar mijn ervaring is toch wel dat mijn nagellak er nog sneller afgaat met een topcoat. Maar dat is deze kleur. En deze die vond ik ook echt heel erg mooi. Dat is de C01 No One's Lover. En dat is de roze kleur. Echt ook een hele mooie nagellak. Heel intens. Een beetje fuchsia roze hou ik van. Dan hebben we de highlighter die ook prachtig is. Met de naam C01 Stole My Heart. Hele mooie highlighter met die hartvorm erin. Er zit ook een spiegeltje in en dit is de highlighter dan. Hele mooie highlighter die echt wel een beetje van je gezicht afspringt. Omdat die kleur gewoon heel goed bij mijn huid paste. Dit is de swatch. Je ziet hem op mijn huid iets minder goed. Maar op mijn gezicht zag je hem echt heel erg goed. Hij zit dus hier. Ik vind het echt een hele mooie highlighter. Omdat die lichte kleuren op een of andere manier altijd heel goed bij mij uitkomen.
Dan heb ik de drie lipsticks. Die hebben alle drie dezelfde huls. Dit zijn de gewone lipsticks. Hele mooie kleuren ook. Ik heb hier de C01 Hard On. Dat is ook een beetje een fuchsia roze kleur. Het past allemaal best wel bij elkaar. Ik zal ze nog eventjes ook swatchen. Volgens mij is de collectie online nog steeds wel te vinden. Alleen in de winkel is die inmiddels eruit. Dan hebben we de C02 en dit is In A Heartbeat. En dat is deze kleur. Ook echt een heel mooi kleurtje. Ja, wat lichter van kleur, maar wel evengoed heel erg mooi. En de laatste kleur die ik dan heb, dat is de C03 Heartbreaker. En dat is meer een rode kleur. Ook echt een heel erg mooi kleurtje. De lipsticks blijven heel goed zitten. Voelen ook heel fijn aan op de lippen. En dat vond ik wel heel fijn. Dus dat is echt wel top. Dan heb ik ze hier nog even geswatcht. 1, 2 en 3. En dan zie je eigenlijk dat ze er heel mooi uitzien. Met eten en drinken vervagen ze uiteraard wel wat. Maar dat is gewoon iets wat je zelf dan even bij moet werken. Zou je het onderweg willen gebruiken bijvoorbeeld. Het laatste uit die collectie, dat zijn de liquid lipsticks. En die zijn ook echt prachtig. Ik heb hier de C01 single. En ik vind de verpakkingen heel erg mooi, omdat er ook een hartje aan de bovenkant zit. Ze hebben gewoon een basic applicator waarmee je de lipstick prima aan kunt brengen. Ze blijven echt heel erg goed zitten. Dus echt hele fijne lipsticks. Ik ben er echt dol op. Dan hebben we hier de C02 Married. En dat is de roze kleur ook. Ik vind de lipsticks en de liquid lipstick passen wel goed bij elkaar. En dat zie je dan ook wel weer, ja, een beetje terug in de kleuren van de nagellak, maar niet bij alle, want die echt lichte kleur, er is natuurlijk geen lipproduct van. De laatste is C03 en dat is Taken en dat is weer die fuchsia kleur. Echt heel erg mooi. Ze ruiken ook heel lekker, die liquid lipsticks. Ze ruiken echt heel lekker. Ik vind ze echt heel fijn. Dan zijn dit nog even een keer de kleurtjes op een rij. 1, 2 en 3. Hele fijne lipsticks, echt wel aanraders. En nu blijven we even in de lipproducten, zie ik. Want ik heb nog aardig wat lipproducten. We gaan even door naar de lipsticks van Grease. Dat was natuurlijk ook zo'n limited collectie. En daar heb ik ook een video over opgenomen. Maar dit zijn de lipsticks. Die komen ook in doosjes. Ze zijn van Revolution. Ik vind het echt hele mooie lipsticks om te zien. Er wordt hier van alles gedaan. Ik heb hier de variant van Sandy. En die ziet er dan zo uit. De hulzen zijn allemaal hetzelfde. Ze doen me denken aan de MAC lipstick hulzen. En dan aan de onderkant zie je het kleurtje. Dit is dus de kleur van Sandy. Dat is een beetje een nude kleurtje. Wat ook wel heel erg leuk is, moet ik zeggen. Leuk dat die lipjes er ook in. Dus dat is echt prachtig. Ik zal ze weer even swatchen. Mijn hand zit er inmiddels helemaal onder, maar dat maakt niet uit. Dan heb ik hier de kleur van Frenchie. Die komt dan in dit doosje. De doosjes zijn ook een beetje afgestemd op de karakters, vind ik. En Frenchie heeft dan meer een beetje een roze kleur. Ook echt een prachtig kleurtje. De lipsticks voelen heel fijn aan op je lippen en blijven goed zitten. Dus dat is echt heel fijn. En dan hebben we nog Rizzo. Dat is dit doosje. En die heeft een rode kleur. Ook echt prachtig. Ik hou hier echt wel van. Dus echt weer prachtige kleuren. Dus dat is echt heel erg mooi. En dan zijn dit de zwartjes. Sandy, Frenchie en Rizzo. Hele leuke kleurtjes. Goed gepigmenteerd. Dus echt wel ja, heel erg fijn. Ik ben er echt wel heel erg enthousiast over. Dan ga ik eventjes door. Dit was ook, uiteindelijk is dit een trendeditie geweest van Essence. Ik wist dat van tevoren niet, maar het leek me ook niet heel handig om hier een video van op te nemen. Dat zijn namelijk de Juicy Bomb lipolies. Je kent al deze Juicy Bomb lipglossjes, maar ze hadden er nu ook lipolies van. En dit is de 04 Mint Magic. Het zijn dus hele voedende lipolies waar hier zit dan een mintgeurtje ook aan. En ja, er zit ook vitamine E in. En ja, ze maken je lippen gewoon heel erg zacht. En dat is echt heel erg fijn. Ik zal van deze eventjes de... Oh, lekker. Het applicatortje laten zien. Ze zijn vrij basic. Ik kan ze even swatchen, maar je ziet er bijna niks van terug. Want het is eigenlijk wel een beetje transparant. Dus dat is deze, de mint.
Hou ik hem nu wel goed? Ja, volgens mij wel. Dan hebben we ook de 701 Coconut Crush. En deze heeft dus een lichte kokosnootgeur. Ook wel heel lekker. Het zijn gewoon heel lekkere lipolies. Ik vind het lekker om aan te brengen voor ik ga slapen. En het voelt echt fantastisch aan op mijn lippen. Ik weet het niet. Ik vind dat gewoon heel fijn. Dan hebben we ook de 03 Mandarin Miracle. Deze heeft dus een mandarijnengeur. Oranje ook. Echt heel leuk. Ja, je gaat van die zwartjes echt niks zien. Maar goed, ik doe het wel eventjes. Dan heb je in ieder geval een beetje een idee. Online zijn ze nog steeds te kopen. Ze hebben dus ook in de winkel gelegen. Dat wist ik niet, want ik heb hier ook geen... Ik heb hier bijvoorbeeld ook geen persbericht van gehad. Dit is de 05 Cherry Cheer. Die heeft dus een cherry geurtje. Ook wel echt heel erg lekker hoor. Oh, dit ruikt zo lekker. Deze doet me denken aan snoepjes. Lekker. Ik krijg gelijk zin in die snoepjes. De laatste die ik dan heb, dat is de 02 Strawberry Star. Deze ruikt naar aardbei. Ook echt super lekker. Ja, echt hele fijne. Maar ze geven niet echt kleur af. Heel licht misschien. Op je lippen zie je dat niet. Ik heb ze hier geswatcht. Je ziet dat sommige een beetje kleur bevatten. Maar dat zie je eigenlijk niet terug op je lippen. Maar het zijn wel hele fijne lipolies. Ze zijn ook heel goedkoop. Dus als je echt nog op zoek bent naar een fijne lipolie, kan ik deze zeker aanraden. Want ze zijn echt heel erg fijn. Dan ben ik toe aan het laatste product. En dat is dit palet van Grease. Van de T-Birds. Dat is deze. Ik had ook die andere variant geprobeerd. Maar dit is natuurlijk dit jasje. De vorm heeft weer ook weer een jasje. En hier daarbij denk ik toch wel gelijk aan John Travolta. Alias Danny Zuko natuurlijk. Ook heel leuk. Er staat ook zo'n tekst in. That's my name, don't wear it out. En dan zijn dit de kleuren. Dit zijn wat meer donkerdere kleuren. Maar ik vind ze wel echt heel erg leuk. Ze hebben ook leuke namen. Ik zal ze een paar namen opnoemen. Systematic, Automatic, Lightning, Creased, Cruising, Hydromatic. Nou, ik zit gelijk in Creased Lightning met dit palet. Ik vind hem echt heel erg leuk. Leuke kleuren er ook in. Ik ga hem even swatchen. Je kunt hier ook weer leuke ooglooks mee maken. Het zijn weer echt hele andere kleuren als in het... paletten van de Pink Ladies. Dat waren echt meer roze kleuren. Ik had hier eigenlijk vooral heel veel zwart kleuren bij verwacht. Maar ik ben eigenlijk wel blij met die paarse tinten. Want dat vind ik net weer iets meer draagbaar dan dat hele zwarte. Dus ook dit paletten vind ik echt gewoon heel erg fijn. Met leuke kleuren erin. Dus hier ben ik ook echt super blij mee. Dan waren dit mijn favoriete producten van februari. Ik ben er heel erg blij mee. En ik ga ze lekker allemaal weer in mijn lade stoppen. Zodat ik ze lekker weer kan gaan gebruiken. Ik ben eigenlijk benieuwd of jij al een van deze producten hebt getest. En of dat jij net zo enthousiast bent dan dat ik ben. Of dat je denkt van nou, ik heb een hele andere mening. Misschien is er nog wel een product wat je wilt proberen van wat ik heb laten zien. Daar ben ik ook wel heel nieuwsgierig naar. Maar ik ben in ieder geval heel erg blij met de producten. Mijn mandje is leeg, dus hij kan weer gevuld worden voor de nieuwe maand. Ik hoop in ieder geval dat je het leuk vond om naar deze video te kijken. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren door op het rondje met mijn gezicht te drukken. Of op mijn kanaal zelf, er staat een rode button. Daarnaast staat een belletje en als je die aanklikt krijg je een melding zodra er een nieuwe video online verschijnt. En hoef je niks meer te missen. Vond je deze video leuk, doe dan zeker even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken en hoop ik je bij een volgende video te mogen zien. Doei!